Hives, Facebook, Twitter, LinkedIn, LiveJournal, LongIn. Een site met een heleboel informatie, een heleboel rubrieken waar je echt van alles kunt vinden. Maar een site die ook wel meer is dan alleen maar informatie. Ja, want je kunt er ook gewoon terecht met je eigen verhalen. Dat is bijvoorbeeld een forum waar je alles op kunt posten en waar mensen op reageren. Dus je hebt alleen maar echt jongeren, niet oudere mensen die zeggen wat je moet doen en zo. Gewoon jongeren die een eerlijke mening geven. Maar ook als je gewoon zelf informatie wil zoeken, inderdaad, je kunt overal terecht. Je kunt ook gewoon voor de lol dingen kijken, wat er te doen is. En ja, het sluit gewoon echt aan bij de alledaagse wereld, zeg maar, van jongeren. Gewoon, je kunt altijd voor alles terecht. Hè. Het is dus eigenlijk interactief en door en voor jongeren. En er zijn leuke filmpjes, van die lijpe filmpjes. Ik hou daarvan. En vooral het jonge persbureau. Daar zit ik toevallig zelf ook in. Waarschijnlijk omdat ik nu ook in het filmpje zit. Maar dat is nog leuker, want dan krijgen wij de mogelijkheid om gewoon leuke dingen te schrijven. Maar dat doen wij niet alleen, want jij gaat meelezen. En daar doen wij het toe. Wij vinden JongIn echt een hele leuke site. Er staan heel veel verschillende dingen op en het is leuk, aantrekkelijk. Het heeft veel plaatjes, filmpjes. Het is voor jong en oud en van heel verschillende rubrieken. Ja, het is niet alleen dat ze de goede dingen van de maatschappij belichten, maar ook als je een probleem hebt, kan je daar terecht. Dus ja, het is voor iedereen eigenlijk is er wat. Dat is heel fijn voor iedereen. Ja. En er werkt natuurlijk ook een ontzettend leuk, lekker JongIn persbureau. Hartstikke gezellig, geweldig, interessant, echt alles is er te vinden. Ik vind het leuk om de JongIn dagvesten te bezoeken, omdat ze veel informatie hebben, interessante onderwerpen. En daarnaast vind ik het leuk om de agenda te bekijken en als er ergens een feest is geweest, om te kijken of ik ergens voor te staan.